Jongens, ben je goed? Goed avond. Vandaag gaan we weer verder met Koda Survival. En vandaag doen wij een beetje weer redstone invullen, net als vorige keer. En dat is leuk. Dus, let's go. Bam, 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 bam. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben trouwens, voor de mensen die zich dat afvragen. Zo van, hey, die jongen, weet hij wel wat hij aan het doen is? Of, doet hij maar wat? Ik, doe maar wat. Zo, en zo. En dan zijn mijn redstone lampjes alweer bijna op. Dus dan eet ik even een gebakken aardappel. En dan loop ik naar binnen. En dan ligt hier binnen nog meer glinstersteen. En dan ga ik naar de crafting table. En dan maak ik van die glinstersteen meer rode lampensteen ding. Damn, die lampen zijn duur. Damn, die lampen zijn echt vertief duur. Ik heb namelijk 3 extra gemaakt. En ik heb er nog nodig. Nog 1. Nee, dat is niet waar. Ik heb er nog veel meer nodig. Dammit. Oké, al die meuk hierin. Hierin, 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 hierin. Oh, wacht, kut. De kist zit al vol. Probeer ik erbij te stoppen, maar ik kan niet met die kist al vol zitten. Yeah. Goed, kistje erbij. Zo. Zo. Dit is allemaal niet nodig in de nether. Niet nodig in de nether, niet nodig in de nether. Zo. We zijn de verliezen minimaal als ik doodga in de nether. Here we go. Dus het enige wat ik moet doen is meer glinstersteen verzamelen. Simpel als dat. Gevaarlijk als wat? Wat? Ja. Gevaarlijk als dat, ja. Wat? Wat dat? Ho, had, snat, lat. Uit dit. Wat? Heel veel. Zombie varkens. Zit hier achterhield van rechts glowstone. Dat zou ik heel erg chill vinden. Wel een of andere hele diepe put. Die nergens op uitkomt. Stiekem heb ik altijd zin om die zombie pigment te slaan, maar dan worden ze zo boos. Als ze niet boos zouden worden, had ik alle zombie pigments al lang vermoord. Hierboven zit wel glowstone. Oh nee, dat is ook vuur. Quartz, 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 quartz. Waarom zit er zoveel quartz en zo weinig glowstone? We hebben hier wel een lava slime. Vallen die mij aan? Oeh. Dekt wel. Daar is het. Kut. Nou is zijn drop volgens mij verbrand, of niet? Hij dropte lava cream of zoiets. Oh, pas op, pas op, pas op, pas op, pas op. Pas op, ik zag hem het droppen, hé. Ik zag hem zo'n lava cream droppen en die is nou verbrand. Godverdomme, waar ben je? Daar, ik zie jou. Ik zie jou al. Nou niet meer, dan ben je weer weg. Oh, netherkasteel, chill. Chill. Hieronder is de gast, hè. Damn, als je onder me schiet, dan kan ik niet terug doen. Maar dan is het wel fucking kut leven. Hop, 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 hop. Nice, bitch. Experience ligt daar. Oké. Netherkasteel is zwaar chill. Nou, ruimt. Dat ruimt. Zo. Hier is de ingang van het netherkasteel. Chill. Chill, chill, chill. Dit is helemaal niet waarvoor ik hier kwam, maar het is wel heel chill kasteel. Go. En dan hakken wij meuk. En dan hebben wij meuk. En dan gaan we hier een beetje een veilige ingang maken. Want dit kan natuurlijk niet, hè. Als het zo onveilig is als dit. Nap, 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 nap. Onacceptabel. Wat is dat? Oké, chill. Here we go. We beginnen natuurlijk eventjes met een dakje erop. Zodat er goed overheen kan stromen. Zo. Zo. Het mag er niet in komen, want dan zijn we meteen fucked. Zo. Ja. Dan wil ik langs deze zaak de put maken waar het in kan komen. Maar dan doen we eerst even zo.
Zo, ja. Zo. 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 Snel zijn, Jeroen. Ja, chill. En toen was het op. Oké, dan gaan we nu dus die sloot hier graven, waar het allemaal in kan stromen. Zo, zo. Oh, kut. Doe het verkeerd, ik doe het verkeerd. Nou, het verbrandt namelijk allemaal. Ik heb het nog nodig om mee te bouwen. Bouwen. Als je binnenkant. Zo. Dicht of niet? Is dit dicht? Ik hoop het wel. Zo, zo. Hoehoe. Dat skills though. Ja, oké, nice. Dan ben je meteen fucked als je hierin valt. Nice. Dan hebben we hier een opening voor de Netherhurst geval. En dan zit hier dus ons Netherkasteel. Chill. Chill, chill, chill. Ik weet niet zeker of dat een van de challenges was, waarschijnlijk niet. Dat is dan veel te makkelijk voor zo'n challenge. Maar we hebben hier dus Blaze. En die zit mij in de fik, dus ik ga zo meteen dood. Dus even beter ga ik hier schuilen. Nice. Daar is er een. Bam, 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 bam. Nou flikkert die langzaam dood. Eentje heeft me geraakt, kut. Kut. Hij zit hier ook gewoon nog onder, hè. Die bitch. Oh, oh kut, oh kut. Nee. Fuck. Damn it. Damn it. Dan zijn we weer dood. Ja, we zijn weer dood. Hop. Hop, 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 hop. Plop, plop, snop. En plop. Het terrein aan het downloaden. Deze kant op was het. Dat was deze kant op. Zo ongeveer, denk ik. Ik hoop dat ik het nog kan vinden. Als ze het niet kunnen vinden, zijn we ook al helemaal de lul. Oh, kan ik met mijn hand terugslaan? Ja, chill. Chill. Hier was het gewoon. Best makkelijk te vinden. Best wel makkelijk te vinden op zich, hè. Ook best wel dichtbij. Goed, al mijn stuff, mijn waardevolle stuff. Zo. Ik heb helemaal geen eten bij me, dus dat is ook niet heel slim. Dat hoorde ik. Een nether skeleton. Dacht ik nog een blaze. Fuck jullie, ik pak die nether skeletons. Of wither skeletons. Hop, bitch. Waarom het op school? Wat? In ieder geval wither effect. Ik heb net nog maar 3 hartjes over. Of wel af. Waar is die andere wither gebleven? Hey. Ik heb hier kool. Kom terug. Wat staat daar nog? Niks boeiend. Waarom staat daar een gewone skeleton? Die kunnen... Gewone skeletons kunnen hier toch niet eens komen? Wat is dat? Jongens, wat is dat? Hier was ook nog net, dat was 2 seconden geleden nog een tweede wither. Skeleton, hallo. Waar zijn jullie dan gebleven? Daar hebben we dus een slam. Een slam. Slam. Goed, ga ik hier weer naar boven? Ja, ook goed. No problem. Voor mij kom ik daar zelfs nog vandaan ook. Zou het echt gewoon kunnen dat ik hier vandaan ben gekomen. Dat ging soepel. Precies zoals plan. Nou. Bam. Ram.
Bam. Zo, ho. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Dit is niet de bedoeling. Close enough. Je kan nog steeds tussenvallen, maar ja, dat is dan jammer. Dat is dan jammer als je tussenvalt. Ik ga weer bijna dood, dus dat moet ik niet doen. Dus... ja. Chill. Of bijna dood, mijn honger is op. Ook niet heel chill, maar het is iets anders dan doodgaan. En ik raak hier een beetje verdwaald in dit kasteeltje, want hier is niks meer. Kut, ik heb geen eten, dan doe ik het zo lang lopen. Zeiken. Hier is wel een gast. Hoe de fuck zijn jullie hier in één keer weer gespand? Met z'n vijf ook gelijk, hè? Daarachter zijn weer de skeletons, nice. Die wil ik eigenlijk wel verslaan. Na 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 na. Ah, ik ga dood. En hard ook. Maar dat maakt me helemaal niks uit. Want mijn stuff vlogen net af, zag ik al. Dus ik pak snel eten. Eten. En mijn pijl en boog. Pijl en boog. En ga ik mijn stuff ophalen. Stuff ophalen. Want dat is leuk. Ja, zo zeker leuk. Zo van wow wow wie, ja leuk. En ik zing nu heel erg prachtig. Maar strakjes zing ik niet zo leuk meer. Want dan ben ik boos. Boos. Boos, want dan ben ik weer dood en ben ik weer boos. En mijn ogen beginnen te tranen om heel random reden, ik weet het niet. Het is niet dat ik zo ontroerd ben van het doodgaan. Weet je, normaal zou je heel erg ontroerd zijn als je doodgaat, maar ik op het moment niet echt. Maar mijn ogen beginnen toch wel heel erg te tranen op het moment. En ik weet niet wat het is, maar ik vind het gruwelijk irritant. Hoe de fuck groeit dit hier overheen? Hoe? Hoe de fuck? Jullie zijn echt heksen of zo. What the fuck? Oh kut, dan moet ik super veel moeite doen bij mijn stuff te komen. Als ik me niet vergis. Waarschijnlijk vergis ik me wel. Ja, hier zijn ze een keer weer weg. Plop. Random frame drops. Oh, oh, ik heb er eentje vermoord. Ik had er een vermoord. Nice. Nice. Hop, 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 hop. Bam, dood jij. Ho, 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 ho. Zoveel, zoveel targets. Zoveel, zoveel. Oh nee, allemaal dood. Wat een skills. Wat een skills. Daarachter staat nog een wilde skeleton. Ik wil de wilde verslaan. Ja, ja, ja. Dat is mijn levensdoel. Sterven, sterven jij. Dammit. Je moet van mij echt fucking veel verslaan. Wil je een wither skull hebben? Laat staan 3. Dus het is sowieso echt een kut kwaai om dat allemaal te fixen. Hier wil je niet afvallen. Dat is al een tip. Weet je, sommige mensen willen wel afvallen. Maar hier wil ik niet afvallen. Snap je de kutgrap? Ja, mooi. Dan ben je dus geen complete mogol. Mijn body was eraf gevallen trouwens, dat zag ik vallen. En dan moet ik even snel zijn voordat die weg is. Het is weer een beest daar. Hij viel er aan deze kant vanaf. Daar ligt hij. Zo. Er staat gewoon echt een normale skeleton. Hoe de fuck is die hier gekomen? Hop, draf jij. Hoe de fuck je dan normaal skeletons komen? Ik heb echt geen idee. Hier is nog meer ontdekhoek geval. Zit hier een trapje? Zit hier een trapje? Ja, hier zit een trapje. Bam. Ik ben in het vuur gekomen. Dat is niet chill. Waarom heeft iemand mij verteld dat daar vuur lag? Huh?
Zo. Hop. Nice. En ook nog eens zonder dood te gaan. Hier kan ik van mijn brewing stand mee maken. Dat lijkt me ook wel leuk. Moet ik wel eerst weten hoe ik die moet maken. Hé. Hey. Want ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ben de laatste tijd, weet ik wel. Ik weet wel een klein beetje hoe je moet brouwen. Maar niet hoe je de brewing stand zelf maakt. Dat is dan wel weer jammer. Maar ongeveer weet ik het wel. Er zit toch ook altijd van die spanners in. We hebben in ieder geval een kistje. Wat zit er in de kist? Golden horse armor. Nice, nice, nice. En nogmaals, nice. Dank u wel. Ik neem de kist ook mee. Weet je, ik ben een mijn ex is weg. Trouwens, ik heb hem niet eens meegenomen. YOLO. Laat hem staan. Nether Ward. Die zijn chill. Zeker weet ik. Neem ik gewoon mee. Alles meenemen hier. Moet het voor mij op Soul Sand staan per se. Heb ik die shovel bij? Nee, ik heb die shovel ook nog niet eens bij. Dan haak ik gewoon die Soul Sand hier. En dan zet ik die daarop. En dan is dat helemaal gefixt. En dan kom ik er niet meer uit, want het is te laag. GG Jeroen. Zo. Zo. En na met mijn hand alles eruit slaan. En dan heb ik wat Soul Sand. Waar ik dan zo meteen wat dingetjes op kan laten groeien. En dan kan ik daar weer mee brouwen en potions maken. En dan leer ik ook nog eens wat nutters in dit spel. Nice. Oh, en dit stopt heel random hierboven. Ook leuk. Zeker weten. Maar ik loop liever door. Komen we hier nog iets cools tegen, weet je. Ik zet het hoop op wat skeletons. Maar die gaan nu toch niet komen, hé. Dit is het einde. De vloer loopt hier nog wel door. Maar ja. Volg de vloer. Voor mij is dit wel het einde. Ja, kans is groot. Het stopt hier gewoon wel. Heel random. En mijn ergens ook nog eens kapot. Is dat niet leuk, joh? Is dat nou leuk? Of is dat nou leuk? En wat heb ik verzameld hier? Hoeveel glowstone? Tel eens. Ja, niks. Oh, waar voorkom ik hier glowstone? Wat doe ik? Alles, behalve glowstone verzamelen. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ik vind het nog steeds wel leuk hier, hé. Oh. Fuck. Schiet me helemaal kapot van die beesten. Hop. Er ligt geen vuur, hè? Nee. Nope, you're not gonna get me. Hop, sterven. Ook weer geen witte hoofdje. Waarom niet? Ik heb die witte hoofdjes nodig. Dat was een uitdaging van een kijker. Nog een zielzandje. Ja, ik heb gewoon te vroeg alles gehad. Wacht, het gaat hier achter verder. Er is meer. Nu is de vraag welke kant op. Nou, ik kies gewoon hier. Doodleuk. Nog meer. En weer een doodlopend bovenstukje. Damn, dit is een déjà vu. Een déjà vu, maar ik heb niks om dit kapot te hakken. Dus moet ik het met mijn blote koolhandjes doen. Kom op. We kunnen het. Wij kunnen het. Pats. Pats. Dit duurt zo lang. Yo. En al die wards. Dan heb ik precies 40. Oh my god. Heb ik ook weer 40 ondergrondjes nodig. Om ze op te laten groeien als ik weer terug ben, hè?
Zo. En zo. Ja. Veel nether avonturen hier. Zeker veel leuke nether avonturen. Is wel leuk. Beetje rondwerpen en net. Hebben ook weer wat spullen verzameld. Ik bedoel, deze dingen. Kun je een broomstand mee maken. Maar hoe de fuck je zo'n ding maakt. Ik heb werkelijk waar geen idee. Kun je trouwens ook nog mee iets mee? Nee, kan je nu niks mee. En we hebben Golden Horse Armor. Ook hartstikke chill, zeker. Ben ik hartstikke blij mee. Zwaard voorop, want je weet niet wat je tegenkomt. Namelijk nog een dood einde. Ja. Die hadden jullie niet zien aankomen en nog een doodloopt einde. Gewoon precies zoals bij de ander was. Want dit hebben we gehad, dan hebben we naar beneden en we hebben nog rechtdoor. Ga eerst rechtdoor en dan gaan we daarna naar beneden. Want hier staat nog een mooi kistje met nog Golden Horse Armor. Hier in die buiten zit ergens een gast, maar die kan hier niet naar binnen komen. Want het is allemaal afgesloten. Chill. En dan gaan we dus nu naar beneden. En dan komen we hier beneden, komen we tegen nog meer keuzes. Eerst naar voren. Nee. Dit is wel een mooi balkonnetje geweest, maar er zit niks. Eerst naar links dan maar. Ook niks. Oké. Dan gaan we naar deze links. Really, dit is echt een dikke doolhof hier, hé. Ik moet nog kijken of ik ooit de weg terug nog kan vinden. Want dit is echt een huge doolhof. Heb ik sticks bij me? Nou, als ik wel nieuwe pickers kunnen craften. Goed, hier is in ieder geval helemaal niks meer. Dus dan is die in ieder geval al officieel afgesloten. En we hebben hier om het hoekje nog iets zitten. Of is dat de weg terug? Nee, dat is ook leeg. Dit is de weg terug. Dan hebben we hier naar beneden nog iets. We hebben daar nog een kist. Hier een doodloopt einde. Dus we gaan naar de kist toe. Ja. Dan gaan we langzamerhand het hele ding onderzoeken. Diamond Horse Armor. Hartstikke chill. Nog een doodloopt einde. Snap het nu, hebben we dit hier allemaal een beetje lopen onderzoeken. En alles een beetje onderzocht. Dat is chill. We hebben gewoon 3 keer horse armor hoor. Waar ik blij mee ben, want dat kan je niet maken. Ja, zo overleven onze paardjes wat langer. En nu zijn we weer terug en dan zal hij waarschijnlijk ook niet in gaan staan. Nope, zit niks onder. Jammer. Ik weet wel dat daar soms bij Adventure Maps moet je daar wel altijd onder kijken, want dan zit er altijd een kist onder. Maar de skewer waarschijnlijk kennelijk niet onder, hè. Het valt me wel tegen. Ik had echt verwacht dat hier nou helemaal vol zou staan met allerlei monsters. Maar dat valt dan weer tegen, hè. Alleen maar de saaie standaard monsters. En 1 widdertje. Oh, 2 widdertjes. Nice. Jij ook. Dood. Nice. Heb ik een weer de skulls? No. Echt, die weers mogen maar niet. Ik moet echt fucking veel vermoorden. Vlucht die omhoog. Really? Really, bitch? You bitch, huh? You bitch? Ja? Yeah? You bitch, huh? Ja. 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 You bitch. You, bitch. Hier is nog steeds niks. Nope. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Hoop zie ik jou de volgende keer. En dan gaan we nog meer durpen en netten, want dat is leuk. Bedankt voor het kijken, dat heb ik al gezegd. Dat zeg ik 2 seconden geleden. Oh mijn god, Jeroen, die wordt oud. Die wordt dement. Die vergeet wat je net hebt gezegd. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Hoop zie ik jou de volgende keer weer. Dus ik later.